Afgelopen vrijdag openden officieel de deuren van het nieuwe gebouw van de basisschool De Dromedaris in Beuningen. Na een tijdje in noodlokalen aan de Oude Reekstraat te hebben gezeten, kunnen de leerlingen weer terug naar de oude locatie aan de Wolfsbossingel. Dit werd vrijdag gevierd met verschillende activiteiten. Nou, in groep 6 hadden we een wedstrijd, dan moest je de school nabouwen. En toen had ik samen met een vriendin had ik die wedstrijd gewonnen. En toen mochten wij samen de school met een gigantische schaar openknippen. Vandaag zijn er voor de kinderen zijn er spelletjes. Er is geschminkt, er is een loterij, er is voor de buurt, voor de oud-leerlingen. Iedereen kan hier rondkijken, kan rondleidingen krijgen door kinderen van de school. Dus ja, dat is het groot feest. Volgens directrice Monika Lumkes is samen leren een van de uitgangspunten van de Dromedaris. Dat nu in het nieuwe gebouw ook extra gestimuleerd wordt. We hebben een deel voor de groepen 1-2 met een eigen speelleerplein. Een deel voor de groepen 3 waar we nu staan met een eigen speelleerplein. En ook met een eigen ingang, elk gedeelte van het gebouw. Een deel voor de groepen 4-5, daar linksboven. En een gedeelte voor de groepen 6-8. Dus het is in delen waarbij je eigenlijk in de delen ontzettend veel rust hebt. En een hele fijne sfeer. Maar er ook echt samen gespeeld en geleerd kan worden. Ja, we hebben 2 leerpleinen voor groepen. Voor groep 5 en 4 en 3. En nog eentje voor groep 6, 7 en 8. En ja, daar mag je werken als je heel goed steun in de klas aan werk bent, mag je daar heen. Ja, er zijn allemaal nieuwe dingen bijgekomen. We hebben een podium erbij gekregen ook. We hebben ook nu een lift erin. We hebben ook nu meer verdiepingen. Eerst hadden we alleen een bibliotheek hadden wij boven, maar nu hebben we ook allemaal klassen boven. Na een tijdje in de noodlokalen gezeten te hebben, is er ook weer genoeg ruimte voor de leerlingen om buiten te kunnen spelen. De tijd in de noodlokalen was behoorlijk afzien. De akoestiek in de noodlokalen was helemaal niet fijn. En de tijd in de noodlokalen en dan ook nog 6 groepen hier bij de schoolwoningen. Ja, dat was echt geen fijne tijd. We hadden wel een voetbalveld van gras en dat was wel fijn. Maar het was wel vervelender dan de normale school. We hadden niet echt goed buiten om te buiten spelen. Hadden we meer allemaal zand. En toen alles vooral weg moest, de tegels moesten weg. Toen lag alleen nog maar zand. Dus dat was weer een beetje vies.